Welkom bij Rotterdam onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week aanleg van een nieuwe rotonde aan de Kralingse Plaslaan, nachtafsluiting van de Maastunnel, werkzaamheden aan de Slingen en gedeeltelijke weekendafsluiting van de Schravenweg. In Kralingen wordt gewerkt aan een nieuwe rotonde. De kruising van de Kralingse Plaslaan en de Boezemlaan met het Lange Pad en de Karmelweg wordt aangepakt. Hierdoor wordt de veiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. De Boezemlaan is vanuit westelijke richting afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Boezemstraat, de Goudse Rijweg, de Oude Dijk en de Korte Kade. Van oost naar west blijven de Kralingse Plaslaan en de Boezemlaan wel bereikbaar. Het verkeer vanaf het Lange Pad kan altijd rechtsaf de Boezemlaan oprijden. De werkzaamheden staan gepland tot en met 19 december. Kijk voor meer informatie op de website rotterdam.nl/rotondekralingen. Deze week is de Maastunnel door werkzaamheden 2 nachten afgesloten vanaf de noord naar de zuidkant. De afsluitingen zijn maandag 17 november en dinsdag 18 november. De Maastunnel wordt dan van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends afgesloten. Het autoverkeer richting zuid kan omrijden via de Erasmusbrug. Het autoverkeer van zuid naar noord blijft wel mogelijk en ook de fietsers en voetgangers hebben geen hinder van de afsluitingen. In Rotterdam-Zuid is de Slingen deze week 2 nachten gedeeltelijk afgesloten in westelijke richting in verband met werkzaamheden. In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 november en van donderdag 20 op vrijdag 21 november is de Slingen afgesloten tussen het viaduct Vaanweg en de rotonde Langehorst. Omrijden kan onder meer via de Dordtse Straatweg, de Vinkenbaan en de Oldegaarde. De Slingen blijft in oostelijke richting wel bereikbaar. De afsluitingen duren van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. In Prinsenland worden de tramsporen gedeeltelijk vervangen. Hierdoor is de Schravenweg komend weekend gedeeltelijk afgesloten ter hoogte van de Prins Alexanderlaan. De afsluiting duurt van zaterdagmiddag 4 uur tot maandagochtend 6 uur. Omrijden kan onder meer via de Jacques Dutilweg en de Kralingse Zoom. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid van Rotterdam op onze website rotterdam.nl/onderweg. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.